Hey mensen van Altijd Compilaties en welkom weer terug bij een nieuwe Kingdom 2 video. Vandaag staan we weer in Tilivia, in Trintium. En ik ga jullie weer een toertje geven en misschien zie je al aan de titel. Trintium is zo goed als, ik zeg met nadruk op zo goed als af, want Tilivia is, Tilivia. Trintium is zeker nog niet af. Het is, kijk, de toren daar is sowieso nog niet af, het spangebouw. Maar het staat er, de huizen staan er, de dingen staan er, de hekjes staan er, bla bla bla. Alles wat nodig is eigenlijk, het staat vol, laten we het zo zeggen. Tilivia staat vol. En dat is eigenlijk waarom ik deze video maak, want ik ben een tijdje op vakantie geweest. Nou, een tijdje, ik ben een weekje op vakantie geweest. En in die tijd is er zoveel gebouwd door het bouwteam. Erg dikke props, ik zie daar een grief, dus die ga ik zo even kijken. Ik ben trots op iedereen die hier aan mee heeft geholpen. Want het is zo snel gegaan eigenlijk. Ik kwam terug en het stond er. Het was best wel raar. Het stond er ineens. Maar zoals je ziet, de verlichting moet nog gefixt worden. Maar het staat er wel. Want mensen die volgens mij wonen hier al. Ja, hier. Het is allemaal al verkocht. Dus eventjes kijken. Want ik zet hem wel even daar neer. Want de verlichting moet nog eventjes allemaal gefixt worden. Niet alle farms zijn nog af. Er moet nog wat gebonemield worden. Dat soort kleine dingetjes. Dat moet nog een beetje gedaan worden. Dat is nog niet allemaal gefixt. Maar dat zijn gewoon nog de dingen die gedaan moeten worden. Voor de rest is het eigenlijk gewoon af. En ik kan eigenlijk niet wachten om jullie te laten zien als het spangebouw helemaal af is. Want ja, want dat is al zo lang in aanbouw. Maar dat moet gewoon een keer in één keer gefixt worden. Ik weet niet. Maar hier kan nog wel op zich wel wat komen. We zouden een, hoe heet dat? Een soort van bar maken. Een tap. Wat fuck? Hoe heet het ook weer? Oh ja, een herberg, weet je wel? Dat we een herberg gingen maken. Een soort van stamkroeg is dat ongeveer. En daar kan je dan een beetje bier drinken of zo. Was wel een leuk idee. Ik weet niet of die nou buiten de stad komt of uiteindelijk in de stad. Dat maakt me op zich ook niet heel veel uit. Maar ik zou wel vet vinden als hij er komt. En ik loop eigenlijk nu gewoon een beetje door Trintium heen. En als je zoals je ziet, dit staat uit, of dit is nog niet klaar. En dat is eigenlijk wat er nog gewoon gedaan moet worden, wat ik al een paar keer gezegd heb. En niet alle huizen zijn ook nog verkocht. Want we hebben heel veel huizen. Volgens mij zei Mark tegen mij, we hebben iets van 100 nog wat huizen in Trintium. En dat is best wel sick. Het is echt crazy hoe groot Trintium eigenlijk is geworden. Ik kan eigenlijk ook wel alvast spoileren dat, een kip. Ik laat hem wel leven, mensen. Als je deze video ziet en de kip staat er nog, neem hem mee. Breed hem of zo. Dat is wel chill. Ik kan alvast spoileren. Er komen ook nog hoofdsteden. Nog meer hoofdsteden. We hebben een aantal eilanden. En per eiland komt er sowieso één hoofdstad. En dit is dan de hoofdstad van het ene eiland. En dan komen er nog twee andere hoofdsteden. Dat is eigenlijk het idee hoe wij het willen indelen. En dat is eigenlijk wat ik daarover wilde spoileren. Ik heb wel vette ideeën al voor de stad die ik wil gaan maken. Hij wordt niet heel groot. Hij wordt ongeveer, denk ik, even groot als, als ik hier even snel heen ren. Dat was echt een hele slechte zoom in. In ieder geval even groot als ongeveer het rijke middengedeelte al van Trintium. Ongeveer zo groot wil ik het hebben, niet groter. En niet met dit boerengedeelte dan omheen. En dat is eigenlijk de hoofdstad wel. Dit is de hoofdstad. Zoals je misschien al begrijpt. Dat is het eigenlijk. En er staan daar twee zamps en die ga ik murken. Ja, zoals je ziet, het is allemaal wel een beetje hetzelfde rondom de stad heen. Het is gewoon een boerengedeelte met woongelegenheid voor spelers. Dus daarom staat het eigenlijk hier en het is wat minder gevarieerd. Maar dat maakt niet uit, want het geeft wel een goede, ja, een goed zicht van eigenlijk hoe een stad is opgebouwd. Het begint in het centrum, heel rijk, en daaromheen komt steeds een nieuwe ring.
met wat minder rijk, zeg maar, als je dat snapt wat ik zei. Dus dat is het. Ik wil jullie heel graag een muur, de muur bij de haven laten zien, want die is echt sick. Ik kwam terug en ik dacht, wow, that's nice. Dikke props naar de mensen die dat hebben gemaakt. Want zoals ik begreep had Mark een voorbeeldje gemaakt of zo. En toen kwamen wat andere mensen die hadden wat veranderd. En nu is die echt vet. Dus daar ga ik even heen rennen. Ik weet niet heel goed hier is het volgens mij. Ik wilde net zeggen, ik weet niet goed waar het is. Maar het is hier. En dit is de muur. En dit vind ik echt fucking sick. Dat hij zo een beetje staat en dan hangt hij een beetje over de grond heen. En dat vind ik echt heel gaaf. Hier heb je dan een beetje dat je over de... Dat je niet gelijk hier zo op land kan lopen. En dan kan je hier een beetje uitkijken. Volgens mij, hier mag je niet vissen. Ja, je mag hier wel vissen hoor, no problem. Maar we hebben daar een visclub. Leuk als je daar gaat vissen. En ja, daar staat nog een bootje. Dat is wel een hele tijd geleden al. En dit loopt volgens mij door. Zo tot en met... ik weet eigenlijk niet waar het doorloopt. Ik loop er wel gewoon even uit. Kijken waar het doorloopt. Volgens mij komt het dan uit bij het farmgedeelte. Ja, we hebben echt een heel groot stuk farmgedeelte rondom de muren heen staan. Wat echt heel erg impressive is. Al dat farmland. Al dat farmland. Nee, maar het is echt heel groot, het farmland. En als je in Telivia zit en je denkt van... Oh, ik ga weer een keer online komen. Ga dit niet farmen alsjeblieft. Want dit is alleen maar voor de mooiheid. En niet voor het eten. Het eten, dat fix je maar met redstone. Of zo, zoals je ziet hier, het is echt oneindig. Ik kan er nog wel een stukje omheen lopen, maar heel erg interessant is het niet. Dan kan ik het gelijk hebben over de tolbrugtories. Tolbrugtories, dat is eigenlijk ineens random oorlog met Eredon. Ik vind het een beetje onzin hoe dat nou weer is ontstaan, maar we hebben een beetje bonje met Eredon. Tolbrug opgeblazen. Heel leuk, zoveel werk aan de tolbrug. En hij is opgeblazen, chill. En daar is eigenlijk zo'n beetje iedere dag nu na... Ja, iedere dag wel de hele dag oorlog. We hebben wel afgesproken dat het niet verder in het land oorlog komt. Omdat het gewoon irritant is. Mensen willen ook gewoon wat anders doen, als je begrijpt wat ik bedoel. Die willen ook gewoon bouwen. Of die willen gewoon even chillen of minen, weet je wel. En dan worden ze ineens gebackneukt door een of andere eredonner. En dat is het eigenlijk. En voor de rest heb ik eigenlijk niet heel veel meer te vertellen over Trintium. Want dit is het eigenlijk wel zo'n beetje. En als jullie suggesties hebben wat jullie heel graag willen zien nog in Trintium, dan laat het vooral even weten. Want dan ga ik daar de volgende aflevering gewoon eventjes langs. En dan ga ik verder met wat ik eigenlijk echt wilde doen. Dus of ik voeg het gewoon mooi in met de volgende Kingdom aflevering. Het Tolbrugdorpje is ook al heel ver afgebouwd. En er is een nieuw klooster die ook nog niet afgebouwd is natuurlijk. Maar het heeft nu eigenlijk niet zoveel zin om verder te gaan naar dat Tolbrugdorpje. Omdat de Tolbrug eigenlijk alleen maar oorlog is. Dus als je daar aan het bouwen bent, dan word je gelijk weer geneukt. En dat is gewoon irritant. Dus als er weer een beetje rust daarin is, dan wordt daar weer gebouwd. En dan volgende keer dan... we gaan nu even wat verzinnen. Wat het bouwteam eigenlijk nu kan doen. Want nu is het eigenlijk... je zag, er stonden nog een aantal hekjes niet. En wat farm shit. Dus dat moet dan nog gedaan worden. En voor de rest is het eigenlijk... niets. Dus ik ga gewoon eventjes aan de tafel met de nieuwe... Nieuwe hertogen, die hebben we ook. Zoals je ziet hier in de chat, Kayaboy, nieuwe hertog. Welkom als je dit ziet. En Ektejan, ook nieuwe hertog. We hebben gelijk twee nieuwe hertogen aangenomen. We zijn allemaal een beetje druk, dus meer hulp hadden we echt wel nodig. We hadden ze naar Ridder 3 geknald en daarna gingen we even kijken hoe ze deden. En we dachten, ah, nou prima, ze doen het prima. En toen, bam, naar hertog. En ze moeten wel nog even aan het lijntje gehouden worden, omdat ze nog in opleiding zijn natuurlijk. Maar het komt allemaal goed. Als je nieuw te Livia bent, dit zijn nieuwe hertogen. Kayaboy en Ektejan, welkom. En dat is het eigenlijk voor vandaag. Volgens mij heb ik niks anders meer wat ik moet laten zien. Dus dan zeg ik later. Ik zie jullie in de nieuwe Kingdom video. Peace. In mij lukte het in één keer. We vallen weer door de mat. Nee, je ligt gewoon hier voor me. Oh, waar ben je?